Lions Club Para heeft onlangs de twee best geslaagden van VOJ Onverwacht, Onverdacht en Kopieweg, Mulo School Paranam en de Kanaan School te Sanderij, gehuldigd. Deze huldiging is een van de activiteiten die in het jaarplan van de organisatie is opgenomen. De uitvoering van het project vond op 12 augustus plaats in het multifunctioneel centrum van het districtscommissariaat Para te Onverwacht. Naast de geslaagden waren ook aanwezig de schoolbegeleiders en ouders. Lucia Balker, president van Lions Club Para, benadrukte in haar motiverende toespraak tot de geslaagden het belang van studeren en riep hen op nog harder hun best te doen, aangezien zij nu een aanvang zullen maken met het middelbaar onderwijs. Tot de overal best geslaagden behoren Surena Sudinta van Mulo Paranam richting A en Stefanos Karti Di Kromo van VOJ Kopieweg studie richting B. De scholieren kregen oorkondes en awards, cadeaubonnen voor de aankoop van schoolbenodigdheden en een geschenkpakket. De huldiging werd opgevrolijkt met zang- en toneeloptredens. Via sketches is het bewustwordingsaspect voor het maken van goede keuzes benadrukt. De uitvoering van dit project is mogelijk gemaakt door donaties van gulle gevers en de opbrengsten van fondsvormende activiteiten uitgevoerd door Lions Club Para.